Wie een minderjarige prostituee bezoekt, komt daar vaak mee weg. Blijkt uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat dinsdag wordt gepresenteerd. Sinds dit jaar vervolgt justitie meer prostitutieklanten, maar het is slechts een fractie van het totale aantal klanten dat betaalde seks heeft met tienerprostituees. We spraken Daphne, die op haar 17e gedwongen werd te werken als prostituee. Van haar klanten is niemand vervolgd. Er waren ook klanten die gewoon gingen vragen van hoe oud ben je? Nou, dan heb ik gewoon gezegd, ik ben 17 jaar. Ze wil niet herkenbaar in beeld, uit angst voor haar pooiers. We noemen haar Daphne. Klanten die met Daphne naar bed gingen, vonden het prima dat ze pas 17 was. Ja, de eerste reactie is wel van, oh, moet je naar school? Wat vinden die ouders hiervan? En ja, daarna wordt er gewoon geen aandacht aan besteed en vinden ze het allemaal wel goed. Er is niemand die vertrokken is toen die hoorde dat jij minderjarig was? Er is niemand geweest die weg is gegaan, nee. Betaalde seks met iemand onder de 18 is strafbaar. Toch komen de afgelopen jaren maar weinig verdachten in beeld. Met name door de omvangrijke zedenzaak in Valkenburg is er een opvallende piek dit jaar. Opgeteld gaat het om 177 verdachten in 15 jaar tijd. De 177 klanten waar we het hier over hebben is wat mij betreft een schijntje van het totaal aantal klanten. Bijna 600 minderjarige slachtoffers werden de afgelopen 5 jaar in de prostitutie ontdekt. Per slachtoffer gaat het vaak om vele tientallen klanten. Gemiddeld waren het er wel rond de 8 op een dag, ja. Ja, 8 maanden lang, elke dag. We zijn er absoluut nog niet. Er moet een veelvoud van klanten zijn die nu ja, in wezen eigenlijk niet vervolgd wordt, terwijl hij wel een ernstig zedendelict pleegt. Wat mij betreft moeten die klanten ook vervolgd worden. Daphne stapt na 8 maanden naar de politie. Ze wordt opgevangen bij de organisatie 4. Een hardere aanpak van prostitutiebezoekers wordt hier toegejuicht. Het is juist heel belangrijk om ze wel te vervolgen, zodat het ook voor hun iets wordt van, oeh, ik moet wel oppassen. Dat hoort niet, dat mag niet in Nederland en dan word je voor vervolgd. Illegale prostitutie met minderjarigen gebeurt vaak in hotels of in kelderboxen. Het opsporen van klanten was jarenlang geen prioriteit voor politie en justitie. Daphne is ook nu, na jaren, nog laaiend op haar klanten. Ze komen gewoon voor één ding en dat is seks. Dus het maakt niet uit hoe oud je bent. Wat doet dat met je? Pijnlijk. Het is wel pijnlijk, want je doet er niet toe. De Nationaal Rapporteur heeft in het rapport ook kritiek op de straffen die worden uitgegeven aan klanten die wel worden vervolgd. Die straffen lopen te veel uiteen. Verslaggever Jeroen Wetsels. De straffen die worden opgelegd variëren van taakstraffen tot maandenlange celstraffen. Dat zijn grote verschillen, te grote verschillen, zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Ik kan die verschillen niet direct verklaren door de feiten en omstandigheden zoals die in de vonnissen worden beschreven. En dat is raar. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je in de ene stad wegkomt met 1 of 2 dagen gevangenisstraf en een taakstraf, en in de andere stad een grote, lange gevangenisstraf. Het is een rechtsongelijkheid die volgens de rapporteur gestopt moet worden door de verschillen tussen de straffen te verkleinen. Het ministerie van Justitie en het OM willen pas een reactie geven als het rapport dinsdag openbaar wordt.